Algoritmes worden steeds belangrijker in de slimme stad van morgen. Ze bepalen hoe lang je stilstaat bij het verkeerslicht. Maar steeds vaker ook bijvoorbeeld hoe elektrische auto's geladen worden. Als ze niet allemaal tegelijk op volle kracht kunnen, wie mag dan eerst? En met welke snelheid wordt er geladen? Maar hoe weet je dan nog wat er gebeurt? En of de keuzes die gemaakt worden wel eerlijk zijn? Om daar een antwoord op te krijgen, werd in 2017 het Transparante Laadpaalproject gestart. De onderzoekers van Kennis- en Innovatiecentrum eLaadNL en netbeheerder Alliander werkten samen met de ontwerpers van The Incredible Machine. Het ontwerp dat daaruit ontstond, won een Dutch Design Award. Hoe staat het nu met de Transparante Laadpaal? We spraken met 6 experts over het ontstaan, de ontwikkeling en de toekomst van de Transparante Laadpaal. Mijn naam is Marcel Schouwner. Ik ben ontwerper bij de Incredible Machine. Ik ben één van de ontwerpers van de Transparante Laadpaal. In 2017 werden wij benaderd door Thijs Turel en hij had het idee van de Transparante Laadpaal, maar ja, vooral het verhaal. Hij zei, als er slimme algoritmes verdelen hoeveel stroom er is, dan moet daar een vorm bij komen. Dus hoe zou dat eruit kunnen zien? Nou, dat is een moment waarop wij begonnen met dit project. En dat heeft geresulteerd in eerst maanden exploratie in verschillende vormen en gekke ideeën van avatars tot politieke partijen op wie je kon stemmen, die algoritmes bestuurden om stroom te verdelen. En uiteindelijk eindigde dat met een speculatief ontwerp voor de Transparante Laadpaal. En speculatief ontwerp gaat eigenlijk voornamelijk over een ontwerp dat tot denken en tot gesprek moet aanzetten. Het idee voor de Transparante Laadpaal is denk ik al ontstaan in 2016. En dat was een tijd waar er eigenlijk een discussie over de macht van algoritmen en grote technologische bedrijven in de stad voor het eerst een beetje begon op te steken in de media. Maar er was eigenlijk nog helemaal niet duidelijk wat het probleem precies was nou daarmee, maar mensen hadden een soort onbestemd gevoel daarbij. En het probleem was niet duidelijk en al helemaal de oplossing was niet duidelijk op dat moment. Maar wat wel boven kwam drijven op een gegeven moment is dat het woord transparantie daar iets belangrijks in kon gaan betekenen. Dus toen heb ik op enig moment eigenlijk het concept van die transparante laadpaal bedacht om het ook wat concreter te maken. Zowel het vraagstuk als ook misschien wel een oplossing door gewoon een object te bouwen. Dus de eerste versie van die transparante laadpaal was eigenlijk bedoeld als een talking piece. Dus iets wat je op een conferentie kon meenemen, dat je het aan mensen kan laten zien. Dat je dan niet alleen maar een zweverig gesprek hebt over de macht van algoritme, maar dat je kan laten zien, kijk, daar is het. En dit kunnen we aan doen. En toen heb ik bij eLaad steun gekregen, budget gekregen. Daar hebben we workshops gehouden, een designbureau, de Incredible Machine, ingehuurd. En toen hebben we dat eerste prototype gebouwd. En toen we daar een Dutch Design Award voor wonnen, voor het designwerk van de Incredible Machine, hadden we al het idee dat we op de goede weg waren. Wat we vooral hopen te bereiken met de Transparante Laadpaal is dat mensen gaan nadenken over dat er algoritmen zijn die in de stad, en dat kan zijn voor laden, maar dat kan zijn voor allerlei zaken rondom verkeer of rondom energie of rondom luchtkwaliteit, dat er algoritmen zijn die helpen beslissingen te nemen en dat je die ook niet per se hoeft te verbergen voor burgers. Je kan ze ook zichtbaar maken, je kan ze ook inzichtelijk maken. En we proberen eigenlijk vooral een precedent te scheppen, een voorbeeld te maken op basis waarvan we veel meer kunnen verkennen wat we kunnen doen met transparante algoritmes, inzichtelijkheid van datastromen, inzichtelijkheid van sensoren die aanwezig zijn. Het kan echt, we kunnen dat echt wel laten zien aan burgers. Cas Alfrink onderzoekt algoritmes aan de TU Delft en raakte zo ook betrokken bij het Transparante Laadpaalproject. Ik doe onderzoek naar eerlijke algoritmes en het ding daarmee is dat wat mensen eerlijk vinden van persoon tot persoon verschilt. Maar over het algemeen kan je zeggen dat een eerlijk algoritme mensen in een gelijke situatie gelijk moet behandelen. De reden dat ik daar onderzoek naar doe is omdat het natuurlijk belangrijk is dat dat soort systemen geen mensenrechten schenden. En een uitdaging met algoritmische systemen is dat ze erg onvoorspelbaar zijn. En dat bestaande methodes om de eerlijkheid van systemen te garanderen daar moeilijk mee om kunnen gaan. Dus wat ik probeer te doen is nieuwe methodes eigenlijk te ontwikkelen om eerlijke algoritmes te ontwerpen. Een slim algoritme is een systeem dat zelfstandig beslissingen kan nemen en daarnaast ook leert van voorbeelddata.
En dus het weet wat het moet doen zonder dat het daarvoor expliciet is geprogrammeerd. Dus als we de transparante laadpaal nemen, dan is het een slim systeem, omdat het de laadsnelheid zelfstandig regelt op basis van een aantal factoren. Het belang van transparantie in de slimme stad is tweeledig. Het gaat om ons collectieve belang en het gaat om ons individuele belang. Bij het collectieve belang gaat het erom dat algoritmen achter de schermen steeds meer beslissingen in de stad gaan nemen. Dus ze gaan bepalen wie er bijvoorbeeld voorrang krijgt in bepaalde situaties. En dat soort dingen zijn heel belangrijk om dat met elkaar daarover te beslissen. Dus dat zijn dingen die je niet in je eentje bepaalt, maar die je op een democratische manier zou moeten bepalen. Want het gaat over publieke infrastructuur met elkaar. En om er überhaupt iets van te kunnen vinden als burger, moet je enig inzicht hebben in hoe die systemen werken. En daarom is transparantie van belang. Het individuele belang zit veel meer in eigenlijk de situaties waar het misgaat. Hè? Want 99,99% van de momenten is het helemaal niet interessant om te weten hoe een bepaald technisch systeem in de stad werkt. Maar heel af en toe is het wel relevant. En dat zijn vaak de momenten dat het misgaat. Of dat wat het technische systeem doet afwijkt van wat jij ervan verwacht had. En daar zijn we dus ook aan het experimenteren van wat moet je in dat soort gevallen weten om als burger je recht te kunnen halen. Ook de gemeente Amsterdam denkt na over hoe de slimme stad eruit zou kunnen zien. Ruben Polderman werkt voor de gemeente aan Smart Mobility en bekijkt de rol die de transparante laadpaal daarin zou kunnen spelen. De gemeente Amsterdam is beheerder van de openbare ruimte. Dus wij zijn ook verantwoordelijk voor dat de openbare ruimte op een manier gebruikt wordt die veilig is, die gezond is, maar ook op een manier die we als samenleving het leukste vinden, om het zo maar te zeggen. Dus een leefbare openbare ruimte. En daar zien we dat wat er digitaal aangestuurd wordt steeds meer invloed heeft op hoe de openbare ruimte gebruikt wordt. Dus bijvoorbeeld navigatiesoftware en nieuwe mobiliteitsdiensten. En daarmee zien we dat bepaalde algoritmes van verschillende partijen hebben dus heel veel invloed op waar je naartoe gestuurd wordt. Dat zie je bijvoorbeeld met sluiproutes. Afgelopen december was het op de Keizersgracht 5 keer zo druk omdat Google Maps dat aangaf. En dat zien we ook bij laadpalen. Dus eigenlijk kunnen we al aanzien komen. Door digitalisering daarvan wordt het ook makkelijk om laadpalen te reserveren. Wordt die voorrang, hè, wie wordt als eerst geladen, hoe snel word je geladen, kan je ook allemaal met algoritmes optimaliseren. Dus we vinden als gemeente dat we daar een rol in hebben, dat wat er in de openbare ruimte gebeurt, in hoe je de ruimte verdeelt en hoe je de balans maakt, dat we daar ook een rol in hebben als stad. En daarom is transparante laadpaal en smart charging ook zo'n belangrijk project. Omdat we daar ook inzicht willen hebben in hoe vindt die keuze plaats, hoe komen die algoritmes daarin terug. Als stad hebben we daar ook een bredere datastrategie op gemaakt. En we hebben Tada-principes ook gemaakt waarin we zeggen, die algoritmes die daar invloed op hebben, die moeten ook transparant zijn. Die moeten openbaar zijn, die moet je kunnen bevragen. Je moet het er ook niet mee eens kunnen zijn als een algoritme voor jou heeft bepaald dat jij niet geladen mag worden bijvoorbeeld. Ja, wat doe je dan? Dan moet je weten hoe dat tot stand komt, moet je een klacht kunnen indienen. Dus we zijn ermee bezig, hoe houden we het menselijk, al die optimalisaties die met data gedaan worden. En smart charging is daar één van de puzzelstukjes van, één van de elementen in de openbare ruimte waarop dat gebeurt. De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan de ontwikkeling van de 2.0 versie van de transparante laadpaal. Deze staat nu in een testomgeving bij kennis- en innovatiecentrum eLaadNL in Arnhem. Wat hier naast mij staat is de schil van de transparante laadpaal. We hebben dit los kunnen ontwikkelen om ervoor te zorgen dat we niet altijd fysiek toegang nodig hadden tot de daadwerkelijke paal op het eLaadterrein. De schil is standalone te gebruiken, ook zeer prettig om er op die manier aan te kunnen werken. Uiteindelijk kan de schil over de paal worden gezet en kan middels een kleine koppeling kan de paal benut worden. De uitdaging bij dit project was dat daadwerkelijk de paal ook transparantie zou geven over hetgeen wat er gebeurde. Het is vrij eenvoudig om eigenlijk in de technische details te blijven hangen en niet te denken vanuit de EV-rijder. Bij de ontwikkeling van de transparante laadpaal hebben we ook gebruikers betrokken. En dit hebben we gedaan door een prototype van de transparante laadpaal te gebruiken, daarop een tablet met de schermen van de transparante laadpaal weer te geven. En we hebben mensen gevraagd om eigenlijk een laadsessie te doen zoals ze dat normaal gesproken ook zouden doen. Vervolgens hebben we gekeken, wat doet dit met mensen? Dus zijn mensen verward? Zijn mensen overweldigd door alle informatie of vinden ze het juist interessant? En we hebben aanvullend nog interviewvragen gesteld om meer te weten te komen over hoe mensen het laden op de transparante laadpaal ervaarden.
Het betrekken van de gebruikers bij de ontwikkeling van de transparante laadpaal heeft geleid tot verschillende wijzigingen. Daar kun je bijvoorbeeld denken aan hele praktische zaken, zoals dat we erachter kwamen dat mensen eigenlijk veel liever in kilowatturen telden dan in amperes. Maar ook in andere praktische zaken, zoals kleuren die anders geïnterpreteerd werden. En dat mensen het idee hadden dat ze een keuze hadden op de laadpaal. En daar is geen sprake van. En verder realiseerden we ons ook dat mensen echt onderweg zijn als ze komen laden. Dus mensen zijn op weg naar werk, ze hebben een afspraak, ze gaan winkelen. En mensen hebben niet een half uur de tijd om echt bij de laadpaal te gaan staan en alle informatie tot in detail te lezen. Dus we realiseerden ons dat de informatie echt to the point moet zijn, helder en in één keer duidelijk. En dat hebben we dan ook meegenomen in het verdere ontwikkeling. De eerste versie van de transparante laadpaal was echt bedoeld om een gesprek aan te jagen. Was provocatief ontworpen. Het stemde mensen tot denken. Zo introduceerden we dat iemand met een strafblad minder snel kon laden dan een dokter. Nou, voor de tweede versie, voor de context van de gemeente Amsterdam, waren de algoritmes natuurlijk niet zo provocatief. Ze waren veel rationeler en echt bedoeld om zo goed mogelijk gebruik te maken van groene stroom. Dus daar hoorde ook een ontwerp bij dat minder provocatief was, wat minder verhalend was en wat meer de nadruk legde op algoritmische transparantie. De transparante laadpaal waar we nu bij staan maakt eigenlijk de regels van het algoritme inzichtelijk. In dit geval zijn er 4 regels die bepalen hoe de stroom wordt verdeeld tussen de 2 auto's en hoe snel er geladen wordt. De eerste regel vertelt de invloed van hoeveel huishoudens gebruiken op dit moment. De tweede regel, hoeveel groene energie is er beschikbaar, dus zon of wind. De derde regel is: ben je alleen aan het laden of moet je delen met een auto die naast je staat? En de laatste regel is: is er een deelauto waarmee je moet delen? Want in ons geval, als een deelauto laadt, die krijgt ietsje meer energie toebedeeld om deelauto's te stimuleren. Dus eigenlijk laten we gewoon zien wat de invloed is van alle 4 die regels en wat dan de uitkomst is voor jouw laadsnelheid. Nou, deze laadpaal die staat nu in Arnhem op het testterrein van Elaad. En we hopen heel erg dat er nu steden zijn. Nou, Amsterdam kijkt dan naar de mogelijkheden. Maar we hopen dat steden de stap willen wagen om het slim laden inzichtelijk te maken en dit uit te gaan proberen in hun stad. Om alle publieke laadpalen in Amsterdam transparant te maken, zijn uiteindelijk afspraken nodig ook met partijen die laadpalen leveren. Dat doen we als stad, doen we dat in concessies. En dan kan je als eerste stap denken, het is nodig dat je er een monitor bij hebt dat je het ziet. Het is nodig dat jij als klant ook feedback kan vragen en geven van ik ben het er niet mee eens. Of je moet inzicht hebben in wat er is gebeurd. Dus je hebt een soort van bonnetje nodig. En je wil je dit ook gekoppeld hebben aan alle andere vormen van mobiliteit in de stad. Dus dat je het ook kan gaan reserveren en wellicht al verder van tevoren ook weet waar je aan toe bent. Transparantie bij laadpalen in de openbare ruimte. Wordt dat de toekomst? De experts denken van wel. Nou, ik denk in een ideale wereld zouden eigenlijk alle laadpalen transparant moeten zijn. Want dan weet je gewoon echt als gebruiker waar je aan toe bent. En of dat nou moet in de vorm van een scherm op de laadpaal. Of ik bedoel, iedereen heeft al een scherm in zijn zak natuurlijk. Of dat later via een app kan ontwikkeld worden. Dat maakt eigenlijk niet uit. Maar het belangrijkste is dat je als gebruiker gewoon inzicht hebt en weet waar je aan toe bent. Wat ik geleerd heb van dit project is aan de ene kant dat het voor ontwerpers best een uitdaging kan zijn om algoritmes transparant te maken. En ook dat voor mensen het heel interessant kan zijn om meer te leren over hoe een systeem dat ze gebruiken werkt. Maar dat de informatie die ze daarover krijgen en hoe relevant ze dat daadwerkelijk vinden wel heel erg afhangt van de context. Wat ik bedoel met dat het voor mensen afhangt van de context of ze transparantie interessant vinden of niet, is bijvoorbeeld dat als een systeem simpelweg werkt zoals ze verwachten en ze het voor alledaagse dingen gebruiken, ze niet per se geïnteresseerd zijn in hoe het werkt. Maar als er ineens iets onverwachts gebeurt of er gaat iets fout, dan kan het heel erg zinvol zijn om te zien hoe iets werkt, zodat je er vervolgens ook actie op kan ondernemen. Deze techniek kan prima eigenlijk op alle laadpalen worden toegepast. Voorwaarde hierbij is wel dat we de informatie kunnen krijgen van de exploitant van de laadpaal. Deze informatie is cruciaal om het scherm te kunnen vullen met de gegevens die zichtbaar zijn. Dit is denk ik een kwestie van tijd en een kwestie van willen. De informatie is er eigenlijk al. We moeten alleen de weg vinden om het uit de paal te krijgen en bij de gebruiker.
Mijn visie voor transparantie in de toekomst is eigenlijk dat je voor alle slimme systemen die in de stad invloed op jou kunnen uitoefenen, op hoeveel stroom je krijgt voor je auto om te laden, in de toekomst ook welke route jou wordt aangeraden, dat soort dingen, dat het voor jou mogelijk is, maar ook makkelijk is om uitleg te krijgen over waarom dat precies zo is. Waarom je die instructies krijgt of waarom een beslissing op een bepaalde manier uitvalt voor jou. We hopen dat deze versie van de Transparante Laadpaal steden inspireert, fabrikanten van laadpalen, chargepoint operators inspireert om de algoritme die zij gebruiken in hun laadpalen inzichtelijk te maken. En dat ze hopelijk zien dat het mogelijk is, dat het niet heel ingewikkeld is en dat je die complexiteit niet hoeft te verbergen, maar dat je die echt kan laten zien en dat het een toegevoegde waarde heeft.